Helemaal en welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Ilse Kramer en ik ga vandaag best wel iets leuks doen. Ook al zeg ik dat zelf, maar ik vind het ook gewoon super spannend. Want ik ga vandaag mijn haren verven. Mijn beste vriendinnetje Britt, die komt hier naar Amsterdam en zij is kapster. En zij had nog iemand nodig om een beetje wat leukere kleurtjes gewoon erin te doen. Snap je? Een beetje van die pastelkleurtjes of iets misschien. Ik heb al best lang gewoon mijn haar altijd zo. Een beetje dat net iets ijzige kleur erin, die toon erop. En dan, ja, nou ja, gewoon een beetje zo blond, wit, blondachtig. En eigenlijk wil ik hem een keer misschien iets anders proberen. En nu is daar wel de kans voor. En ik ga dus mijn haar in een andere kleur doen. Maar wat voor kleur ga ik nog niet zeggen. Dus dat wordt even spannend. Maar ik ga jullie vandaag wel meenemen naar de kapper. Ik ga daar zo meteen naartoe. En dan ga ik denk ik wel wat dingetjes filmen. En uiteindelijk het eindresultaat, hoe dat zou zijn. Ik vind het echt gewoon heel spannend. Want ik heb nooit iets anders met mijn haar gedaan dan alleen maar af en toe een beetje van die highlights erin. Dus zoals je kan zien is nu mijn haar nog dit. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden en ook wat ik ervan ga vinden. Want ik weet totaal niet wat ik moet verwachten van mijn kleur ook en hoe dat gaat uitpakken en alles. Dus het is allemaal heel spannend. Maar ja, ik hoop dat jullie dat gewoon leuk gaan vinden. Vergeet zeker niet alvast die duimpjes omhoog te doen en te abonneren hier beneden. En dan gaan wij eigenlijk door en ik denk dat ik hem weer open bij de kapper. Dus let's go. Weet je welke kleur dit nu is? Nee. Die eerste die ik moet zien. Oké. Okay. Die allereerste. Jij filmt het? Ja. Dan is het wel eens van, ja, wat voor kleur ga ik nu krijgen? Ik denk blauw. Ik ben een roze kapje. Een soort van. Maar had jij dit gedacht dat je dit bij mij zou doen? Ik? Ja. Ik heb heel veel gedacht wat ik bij jou kon doen. Maar had je gedacht dat ik het zou doen? Nee. 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 Ik had verwacht dat je zei een licht accent. Licht beetje roos. Niet te veel. Nou, maar het wordt gewoon dus het scheelt. Het wordt geen eens meer roos. Mag je recht kijken? Heel goed niet als het ziet er grappig uit. En ik heb een paar druppels blauw. En dan klinkt heel raar voor ons in blauw. En dan heb ik... Nou, welke kleur gaan we toch voor? Ja, dit wordt echt groen, zeg ik. Ik denk dat jullie op zich al kunnen weten wat voor een kleur het wordt. Raad het, laat maar weten in de poll. Maar ik denk dat jullie het al wel kunnen weten. Het is best wel makkelijk als je dit zo ziet. En ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Dat is gewoon meer... Het is wel spannend. Dit is ook weer een plukje wat los zit, wat dus iets meer wordt aangezet. En neem dit zoals ik zei, doet het dit. Dus ik ben benieuwd. We hebben nog 2 minuutjes en dan ga jij... Kijken of die kleur goed is. Ga je uitspoelen? Nee, nog niet eens. Kijk, kijken hoe de kleur goed is. Ik heb 20 minuutjes gezet. Mag niet. Maar ik ben wel benieuwd. It's so pretty. Wat voor kleur wordt nu? Groen, hè? Ja, dat zei je net ook al. Ja, maar wel. Ook heb ik geen handschoen aan. Ik mag ook zien niet. God damn on camera. Nobody saw it. Als je het hoort dan... Maar dit is tussendoor. Zoals jullie kunnen zien is dit nu de kleur een beetje. Maar het is nog niet alles. Want hier tussen zit wel een plukje. Misschien kan je dat wel zien. Die is wel echt helemaal aangezet en helemaal eigenlijk roze. Maar dit is even hoe het nu dus zit. De eerste basis is een soort van gelegd. En dan gaan we nu nog de rest doen. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat gaat pakken. En hoe erg de kleur erin gaat. Dus we zullen zien. We hebben een tussenfase. Want Britt gaat nu nog iets anders halen. En dat er weer doorheen doen. Dus het wordt al wel een beetje de kleur zoals we willen. A few moments later. Oké, jongens, Britt heeft het geflikt. Britje heeft het geflikt. Kijk, mijn haar. Ik weet dat jullie het goed kunnen zien. Ik vind het zo tof. Oh my god. Het is anders dan gewoon blond. En I don't know, niet meer zo casual. Het is echt vet. Draai eens om. Ja, gewoon ronddraaien.
Als die. Hij Thanks. Hij rolt nog steeds. Rolt nog steeds. Goed zo, Brit. Ratatata. Uh-oh. Hey jongens, je meid is niet meer blond. Oh my god. Sorry, ik kijk ook de hele tijd in het schermpje. Want het moet, ik moet zo erg wennen. Dit is mijn resultaat geworden. Kijk. Oh wauw. Ik vind het echt, ik moet echt heel erg wennen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh jongens. Kijk, dit is ook zo. De kleur zit er gewoon echt goed in. Omdat het nu er net in zit. Dus na een paar keer wassen wordt het misschien wel wat lichter en zo. Lijk ik hier anders door? Laat het even weten in de poll. Lijk ik gewoon anders nu ik mijn haar eigenlijk donkerder heb? Ik kijk dit in het schermpje. Sorry jongens. Maar dit is echt heel apart. Ik ben niet meer blond. Ik ben gewoon paars. Beetje pastel, kleur paars, roosachtig, weet je wel. Ik wil even de echt shout-out doen naar Brit. Mijn beste vriendin Brit Sturing. Zij heeft dit gemaakt. Zij heeft de kleuren er zo mooi in gedaan. Dus zo ziet het eruit bij de lamp. Dus dat is gewoon een ringlamp. Ik laat wel eventjes een foto zien hoe het er in zonlicht uitziet. Want dat ziet er eigenlijk ook wel heel anders uit. Vooral wat me opvalt, als ik in een donkere ruimte zit, is het ook echt gewoon donker. In ieder geval donkerder. Dus dan lijkt het ook gewoon direct ineens van bam, het is gewoon donker. En als je buiten loopt of gewoon de zon er een beetje op hebt schijnen, dan wordt het weer heel erg licht. Er komen nog video's aan waar ik dus gewoon mijn haar blond heb. Dat is momenteel dus niet het geval nu. Dit is weer de allereerste video die ik upload. Maar ik heb daartussen nog wel andere video's geüpload. Dus die zie je... Zo. Die video's waar ik gewoon nog blond ben en de dingen dus uitvoer, wat voor opdrachten en dat soort dingen ik had, die zien jullie dan de volgende keer of volgende week of deze week nog ergens. Of bijvoorbeeld die bloopers met Emma, die oude stukken, daar ben ik gewoon nog blond. Het is, ik weet het gewoon niet, het is heel anders. Het is gewoon een keer iets anders en ik wou dat heel graag al een keer proberen. Ik was echt een beetje elke keer van alleen maar blond, blond, blond. Ik wou gewoon een keer iets anders proberen. En dat is dit geworden. Ik blijf de hele tijd over doorpraten en mezelf aankijken, maar ja, ik sluit hierbij ook de video af. Ik hoop dat jullie het gewoon leuk vonden, dus vergeet zeker niet de duimpje omhoog te doen en te abonneren hier beneden. Vergeet natuurlijk dan ook niet de volgende video's te checken of alle andere video's waar ik dus nog wel blond ben. En dan zeg ik voor nu tot de volgende video. Doei doei!